Broeders en zusters, iedereen een uh, goedemorgen. Het is weer goed om uh, na lange tijd een dag op Urk te zijn vanmorgen hier en uh, vanmiddag bij het Leger des Heils. Dus je bent van harte welkom. Alleen niet iedereen zal erin passen, maar uh, <laughs> er is altijd een uh, voorziening te treffen. Ik wil vanmorgen met jullie nadenken over een heel klein diertje. Vera heeft er al iets van gezegd, maar het is een. Uh, Klein beestje waar eeuwen veel bijbelse principes in liggen opgesloten. En ter inleiding lezen we twee korte stukjes. Het eerste komt uit Spreuken 6 en het tweede komt uit Spreuken 30. Spreuken 6 en Spreuken 30 en ik nodig je uit om met mij mee te lezen. De wijsheid van de mieren. Spreuken hoofdstuk 6, we lezen daarvan vanaf vers 6 tot en met 8. En dan staat het volgende. Ga naar de mier Luiaard, zie zijn wegen en word wijs. Hoewel hij geen aanvoerder heeft, geen leidinggevende of heerser, maakt hij zijn eten gereed in de zomer en verzamelt hij zijn voedsel. In de oogsttijd. En dan spreuken 30. Spreuken 30 vanaf vers 24 tot en met 28. Spreuken 30 vanaf vers 24. Daar staat het volgende. Deze vier zijn het kleinste op aarde. Maar... Wijs zijn ze, wijs gemaakt. De mieren zijn een volk zonder kracht, maar in de zomer bereiden ze hun voedsel. Klipdassen zijn een volk zonder macht, maar ze bouwen hun huis in de rots. De sprinkhaan heeft geen koning, maar hij trekt gezamenlijk ordelijk op. Een hagedis kunt u met beide handen grijpen. Maar hij zit in de paleizen van de koning. Tot zover deze twee korte gedeelten. En ik wil jullie, met jullie nadenken over de wijsheid van de Mier. Toen ik deze boodschap voorbereidde, toen heb ik wat gegoogeld op de Mier. En het interessante is: als je dan het woord Mier intyp. Of intypt op Google, is een van de eerste dingen die Google laat zien hoe je een mier kan bestrijden. Dat vond ik wel opmerkelijk. Dus dan krijg je het bestrijden van een mier, je krijgt bestrijdingsmiddelen te zien. En dat is wel heel opmerkelijk, want als je hebt meegelezen, dan zegt de Bijbel in spreuken 6: ga, zie en word wijs. Dat is het koninkrijk van God. En het koninkrijk van deze wereld zegt: als je op mieren gaat googelen en je gaat je daarmee bezighouden, ga die beesten bestrijden. En als je bestrijdingsmiddelen wil hebben, dan hebben we een heel lijstje voor je. Nou, dat is al een goed begin, denk ik, om even helder te hebben dat de wereld niet zo heel veel waarde hecht aan deze mieren. En trouwens, misschien heb je er van de zomer wel last mee gehad op je eigen terras, want dan is het toch vervelend, hè? Al die kleine beestjes, hele sporen trekken, zie je terras verzakt. Dus ja, dan ga je vanzelf. Op zoek naar bestrijdingsmiddelen. En misschien heb je wel van die mierenlokkers neergezet of wat poeder gestrooid of wat dan ook. En dan vanmorgen gaan wij met elkaar dat beestje niet bestrijden, maar gaan we dat beestje bestuderen. Nou, de eerste twee letters, of uh, de eerste vier letters, die zijn hetzelfde, maar er het is een wereld van verschil. En ik geloof dat het heel belangrijk is dat wij hier kennis van nemen. Nou, eerst even kort wat definities. Dat is altijd een beetje stoffig, dat begrijp ik wel. Maar hou de aandacht erbij. Als je vanmorgen nadenkt over de wijsheid van de mier, dan moet je allereerst twee woorden onderscheiden. En dat is allereerst het woord kennis en het woord wijsheid. Wat betekent het woord kennis? Nou, kennis dat wil dit zeggen, het verzamelen van informatie en feiten over iets of iemand. En die informatie die verzamel je door middel van onderwijs of gewoon door levenservaring. Dus het verzamelen van feiten over iets of iemand. Dat is kennis. En wij zeggen wel vaak: kennis zit tussen je oren. Het heeft ook met intellect te maken. En kennis is heel belangrijk. Daar komen we nog wel op. Maar is iemand die veel kennis van iets of iemand heeft, is dat per definitie ook een wijs iemand? Dat is het juiste antwoord. Nee. Maar wat is dan wijsheid? Nou, wijsheid dat is het vermogen om de kennis die je hebt opgedaan ook toe te passen in de praktijk van het leven. Dat is wijsheid. Zo heb je veel mensen die veel kennis hebben, maar niet wijs handelen. Dat is niet hetzelfde. En je hebt ook mensen die hebben weinig kennis en met het weinige wat zij bezitten de kennis die ze hebben, handelen ze wel wijs. Nou ga ik geen waardeoordeel geven over de urkers, hoe dat hier is. Maar het is wel belangrijk om te onderscheiden. Je kan dus veel kennis hebben en dat de Bijbel je toch een dwaas noemt. Je kan weinig kennis hebben en dat je met dat weinige toch heel wijs handelt. Nou, die twee moeten samen opgaan. En de mier leert ons vanmorgen wijsheid. Als u meeschrijft, kan je deze tekst opschrijven in Hosea, hoofdstuk 4, het zesde Vesta. Daar staat: Mijn volk gaat ter gronde vanwege gebrek aan kennis. En kennis vanuit het Hebreeuws heeft te maken met verstand, met begrip, met weten. En nou zou je kunnen zeggen. Ja, maar als ze niet op de hoogte waren van de dingen, dan hadden ze het ook niet kunnen weten. Maar voor Israël gold in die dagen dat ze kennis hebben verworpen. En dat is heel belangrijk ook deze ochtend. Als we vanmorgen nadenken over een heel klein diertje, dan kan je die kennis aannemen. Of je kan die kennis verwerpen. Maar het is belangrijk dat wij die aannemen, want de Heere God moest over zijn volk klagen. Mijn volk gaat te gronden door gebrek aan kennis. En dat is ook een van de grootste problemen in de christelijke gemeente vandaag. Er is heel weinig basiskennis van de Bijbel. En als er weinig kennis is van de Bijbel, dan is er ook veel dwaling. Er is veel misleiding. En mensen laten zich zo meenemen. Daarom is het belangrijk dat wij. Kennis verzamelen, dat je je daarvoor inzet. Vandaar dat ik hier ook over wil spreken aan het begin van een nieuw seizoen. Jullie hebben nog een weekje vakantie, maar daarna gaan de scholen weer starten. Maar ook het gemeentewerk gaat weer opstarten. Maar ook je persoonlijke studie, hoop ik, na de vakantie gaat weer beginnen. En dat is belangrijk dat je kennis verzamelt. Dat je inzicht gaat ontvangen in het woord van God. Want het probleem van de laatste dagen is dat de kennis, de ware kennis, gaat ontbreken. En nu wil ik niet op intellectueel niveau blijven hangen. Maar kennis in het Hebreeuws heeft ook alles te maken met de heer persoonlijk kennen. De vertrouwelijke omgang. Dus het is meer iets dan alleen van tussen je oren. Het heeft ook met doorleving te maken. En dat kom je heel mooi tegen in Psalm 25, vers 14. Vertrouwelijk gaat de Heer om met wie Hem vrezen. Dat hoort er helemaal bij. Nou, ik hoop, en ik kom zo bij je hart uit, maar dat je voelt dat kennis en wijsheid nauw verbonden zijn met het kennen van het Vaderhart van God. Met de vertrouwelijke omgang met Hem. En vanuit die vertrouwelijke omgang wil hij je ook wijsheid geven, kennis openbaren en je zo toerusten voor deze tijd. En dat heeft alles te maken met de vrezen van de Here. Nou, dit was even een inleiding over kennis, over wijsheid. En dan moet je even vasthouden. Ik heb het net al gezegd, in Spreuken 6 staan drie korte woorden. En die woordjes moet je onderstrepen in je Bijbel. In vers 6 staan ze. Daar staat ga, zie en word wijs. En als je een beetje thuis bent in de Bijbel, dan weet je dat de kortste woordjes in de Bijbel vaak een hele diepe betekenis hebben. Het Evangelie bestaat eigenlijk uit twee korte woorden. Het eerste is kom. En het tweede is ga. En dat is het eerste wat de Heer Jezus ook vanmorgen verkondigt. Hij zegt tegen allen die hem nog niet kennen: Kom tot mij als je vermoeid bent en belast. En ik zal je rust geven. Er moet een moment in je leven gaan komen. dat je dat aanbod van de Heer God gaat aanvaarden. En het allereerste wat Hij heeft gezonden naar deze wereld. Om het zo te zeggen, dat is zijn zoon. Om jou en mijn redding aan te bieden. En hij nodigt je uit om tot hem te komen. En de Heer Jezus te aanvaarden als je persoonlijke Heer en Heiland. Dat is het eerste woordje wat vanmorgen uitgaat. Kom! En ga nou niet discussiëren wie is nou de eerste. Ben ik nou de eerste? Of is de Heer God de eerste? Daar is al eeuwen over gediscussieerd. God is altijd de eerste. De Heer Jezus, hij is de eerste en de laatste. De Alfa en de Omega. En hij nodigt je als je nog niet gekomen bent om te komen. Voor ongelovigen geldt maar één opdracht. Kom tot hem, geloof het evangelie. En bekeer je. Maar als je dan gekomen bent, dan geldt ook dat tweede woordje. Ga. Er zijn heel veel mensen die vandaag tot de Heer Jezus komen... en uh, ja, vervolgens achterover op hun stoel gaan leunen... en niet hun verantwoordelijkheid pakken in hun gezin... In hun huwelijk, in hun gemeente, maar ook in het geheel van de maatschappij. Maar het tweede korte woord wat Jezus tot je spreekt, is niet alleen kom, maar ga. Wij zijn geroepen om uiteindelijk tot zegen te zijn voor de mensheid. En dat zijn van die twee korte woordjes waarin heel veel kracht opgesloten ligt. Kom en ga. Want hoe lang hebben we nog? Hoe lang denk je dat het nog duurt voordat de heer Jezus terugkomt? We hebben nog een korte tijd. En één iemand is er wel van overtuigd dat we niet zo lang meer hebben. En dat is de tegenstander. En die gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. En daarom moeten wij als wederom geboren mensen. een innerlijke drijf ontwikkelen om dat evangelie ook uit te dragen. en wervend aanwezig te zijn in deze wereld. Want we hebben de beste boodschappen. Kom. En ga. Er was ooit een zendingsleider die een telegram wilde versturen voor zijn zendingswerkers. Die zendingswerkers die waren in een gebied en dat gebied hadden ze ja, bijna in zijn geheel bewerkt en ze waren aan het bidden voor een nieuw gebied om dat in te mogen gaan. En dat is al jaren geleden. En ze waren daar vurig voor aan het bidden, maar ze hadden geen vrijmoedigheid om die stap te zetten om dat nieuwe gebied in te gaan. En dat was in de tijd dat je nog geen WhatsApp had en dat soort dingen. Maar hij moest, of hij ging een telegram versturen, die zendingsleider. En hij kwam met een bepaald bedrag bij het loket, waar hij dat telegram ging versturen. En hij legde dat geld bij die mevrouw op de balie. En hij zegt, ik wil een telegram versturen. En zij telde zijn geld... Nou ja, je voelt hem al aankomen. En die dame achter de balie zei: Je hebt geld bij elkaar verzameld voor één woord. Nou ja, jij zal zeggen, dat is ook niet veel. Maar als dat nou net het goede woord is, dan heb je ook niet meer nodig, toch? En toen zei hij: Oké, okay, als ik maar geld heb voor één woord, schrijf maar op, ga. En hij stuurde dat bericht naar zijn zendingswerkers. En die ontvingen dat telegram. En dat was voor hen de bevrijdende boodschap om het nieuwe gebied in te gaan. Zie je hoeveel kracht er ligt? In kleine woordjes, in korte woordjes. Zo ook hier in spreuken 6. Ga, zie en word wijs. Nou, ik wil vanmorgen vijf principes delen. Die kan je allemaal uh, op de vinger van je hand schrijven. En op Urk is het de gewoonte dat je allemaal koffie gaat drinken hè, na de dienst. Dus die ga je allemaal met je ouders en je schoonouders delen. Dat je zegt, ik wil een stukje wijsheid aan jullie vandaag doorgeven die ik vanmorgen heb ontvangen. Een stukje kennis. Vijf principes door te gaan naar de meer, door te zien en door wijs te worden. En je zal zien dat het je persoonlijk leven raakt. Het eerste principe wat wij van dit kleine beestje leren is dit. Dat wij uit moeten gaan tot een van de kleinste dieren op deze wereld. Aarde, dat is wat we gelezen hebben. En dat is een heel belangrijk principe. Wij worden uitgedreven, opgeroepen om uit te gaan naar het kleine, naar het geringe, naar hetgeen waar je zo je voet op zet. En dit is heel belangrijk. Want er zit iets in een mens waardoor hij. Geneigd is om alleen uit te gaan en lering te ontvangen van hetgeen wat groots is, wat indrukwekkend is, wat voor mensen telt. En dit is tegen onze natuur in, om uit te gaan naar iets wat klein is, wat gering is. Een nier, je zet er zo je voet op. En de Bijbel zegt dat je juist daar naartoe moet gaan. En als je niet onbekend bent in deze wereld, dan weet je dat in deze wereld het uiterlijk heel sterk telt. Dat wat groot is. De wereld kijkt naar getallen, naar uitstraling, naar charisma, naar dat wat in trek is. En de Bijbel keert de rollen precies om. De Bijbel zegt ga uit naar het geringe. En leer daarvan. Ik moest denken aan die bekende geschiedenis uit 1 Samuel 16. De zalving van David tot koning. En dat vind ik altijd een mooie geschiedenis, want de profeet gaat naar Isaïe, de vader van David, en dan moet hij een van de zonen gaan zalven. En de een na de ander passeert, maar ze zijn allemaal niet de persoon die gezalfd moet worden. En dat waren allemaal indrukwekkende verschijningen, al die zonen. Ze waren misschien even groot als ik, maar twee keer zo breed. En de profeet zegt: nee, die is het niet, die is het ook niet, die is het ook niet. En dan vraagt de profeet aan Isaïe: heb je nog een zoon? En dan zegt hij: ja, ik heb er nog één, maar die is in het land. En dan zegt hij: ga hem eens halen. En wie komt er dan naar voren lopen? Daar komt David aanlopen. Waarschijnlijk niet zo groot. En dan staat er in de Statenvertaling: hij was rood mits schaders, schoon van aangezicht. De profeet dacht: Hij zal wel in die eerste zone zitten, die profeet, die hij, of de koning die hij moet salven. Maar hij zat er niet tussen. En wie wordt het dan wel? David, die nota bene op het land is, een header. Minder charisma zouden wij vandaag zeggen, minder uitstraling. En de profeet zegt: Hij is het. En dan wordt hij gezalfd, niet met een kruik, maar met een horen: een beeld van macht, kracht en autoriteit. En dan zie je ook in die familie van Isaïe, daar moeten we niet uitgaan naar het aanzienlijke, naar wat zichtbaar is, maar naar het geringe. Bijzonder hè? En aan wie moeten we dan vooral denken? Aan de Heer Jezus. Als wij Hem aanzagen, als wij Hem aanzien, is er geen gedaante, nog heerlijkheid, dat wij Hem begeerd zouden hebben. Het is niet zo, zoals in sommige Bijbels wordt weergegeven of platen wordt afgedrukt, dat de Heer Jezus een soort krans om zijn hoofd had waarmee je kon zien, nou dat is Hem. Nee, als wij Hem aanzien met natuurlijke ogen, geen gedaante, nog heerlijkheid, om Hem te begeren, om naar Hem te verlangen. En toch klonk de stem uit de wolk, deze is mijn geliefde zoon, in wie ik wel behagen heb, hoort naar Hem. En dit is een boodschap, dit is de evangelieboodschap die tegen de mens ingaat. We moeten naar Hem uitgaan die zichzelf vernederd heeft tot in de dood. Die uiterlijk niets aantrekkelijk had. Maar met ogen van geloof zie je in de Heer Jezus dat alles aan Hem geheel en al aantrekkelijk is. Begeerlijk. En weet je wat er moet gebeuren in het leven van een mens? Hij moet innerlijk gebroken worden. En dit is het werk wat God doet tot op de dag van vandaag. Door de verkondiging van het evangelie, door de kracht van de Heilige Geest, brengt Hij een mens op een punt dat je bereid wordt om naar het geringe uit te gaan. Naar het onaanzienlijke. Naar het schijnbaar onaantrekkelijke. Hoe is dat in jouw leven gegaan? Kan je daarvan getuigen? Dat er een moment is gekomen in je leven. Dat je misschien wel moest zeggen, ik was te hoogmoedig om naar Jezus uit te gaan. Want ik redde mezelf wel. Maar wat een zegen als dat moment in je leven gekomen is. Dat je gekomen bent aan, je eigen, aan het einde van je eigen krachten kennen en kunnen. Dat noemt de Bijbel de noodzaak van de wedergeboorte. En dat is niet een ouderwetse boodschap. Dat is een boodschap voor alle tijden, voor alle plaatsen. Want zonder wedergeboorte kan niemand het koninkrijk van God binnengaan. En om wederom geboren te worden, moet er een keuze in je hart plaatsvinden om uit te gaan naar Hem die door deze wereld verworpen is. Jezus, de Christus, zoon van God, zoon des mensen. Maar als je eenmaal bij Hem gekomen bent en je die keuze gemaakt hebt, dan kan je dat lied zingen. Ik heb geknield bij het kruis van Jezus en mijn keuze is gedaan. Wat leert de Mier mij vanmorgen? Dat ik voor het eerst of opnieuw uit moet gaan naar Hem, in wie alle kennis en wijsheid ligt, opgesloten. Ben je bereid, voor zover je het nog niet gedaan hebt, om die keuze te maken? De wereld stimuleert jou niet daartoe. Maar wij moeten mensen dwingen om in te gaan. De liefde van Christus is het die ons dringt, die ons drijft. Het eerste principe, uitgaan naar het geringe. Spreuken 30 vers 24. Het tweede wat ik wil noemen is dit. Om een meer te bestuderen, en dat ligt in het verlengde van het eerste... Om een mier te bestuderen moet je door je knieën zakken, moet je bukken en buigen. Nou, ik ben iets meer dan twee meter, dan moet je een heel eind zakken. Dan moet je je heel klein gaan maken om een mier te bestuderen. Wij waren in de vakantie in de Apenhul, onder andere bij de gorilla's. Nou, ik hoef niet te bukken om een gorilla te bestuderen. Dat is zo'n groot indrukwekkend beest. Maar om een meertje te bestuderen, moet ik mezelf klein maken. En moet ik bereid zijn om me te vernederen voor de Heere God. En de vraag is, ben je daartoe bereid? Ik moest denken aan de wijze uit het oosten. Ik lees die tekst voor. Matthäus 2, vers 11. En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het kind met Maria, zijn moeder. Daar komt hij. En zij vielen neer en zij aanbaden hem. Wie waren dat? De wijzen, wijzen uit het oosten. Die waren op een punt in hun leven gekomen. Dat ze zeiden: Wij gaan knielen bij de Heer Jezus. En wij gaan hem aanbidden. Deze mensen waren echt. wijs. Om te knielen bij de Heer Jezus. Ja, er is moed voor nodig, zou je zeggen. Om je klein te maken, maar hierin komt de wijsheid openbaar dat je niet knielt voor de afgoden van deze wereld, voor de sportidolen of voor de popidolen, maar dat je bereid bent om te knielen bij Jezus. En zoals die wijze je klein te maken en hem te aanbidden, de Bijbel leert alleen God mag je aanbidden. En wat erkende die wijze hiermee? Dat Jezus niet alleen mens was, maar dat Heer Jezus ook God was. En zijn wij ook op dat punt gekomen? Voor wie of voor wat zijn wij bereid om te knielen? En wat aanbidden wij in ons leven? Wie aanbidden wij? Wat is aanbidden? Als ik aan mensen vraag, heb je vanmorgen gebeden? Nou, ik ga ervan uit in zo'n degelijk gezelschap als de Urker gemeenschap dat iedereen zegt: "Wij hebben vanmorgen gebeden." Maar als ik je nou vraag: "Heb je vanmorgen al aanbeden?" Nou, we gaan geen vingers opsteken. Maar mijn ervaring leert dat heel veel mensen hun hand opsteken als ik vraag: "Heb je gebeden?" Maar als ik vraag: "Heb je vanmorgen al aanbeden?" dan zijn dat er beduidend minder. Waarom? omdat we eigenlijk niet zo goed raad weten met wat aanbidding is. Als mensen gaan bidden, dan zijn ze heel vaak bezig met hun verlangens, met hun wensen, met hun lijstje. Maar weet je, aanbidding heeft niet meer met mijn wensen en mijn verlangens te maken. Aanbidden dat heeft alleen maar te maken dat ik naar de Heere God uitspreek wie Hij is. Niet om wat Hij geeft, maar gewoon op grond van Zijn karakter. Ik aanbid U om wie U Bent, weet je, dan ben je jezelf kwijt. Dat is heerlijk, hè? Dan sta je er zelf niet meer tussenin. Dan is het God and God alone. Dat is aanbidding. En die wijzen uit het oosten, die waren op het punt gekomen van bukken, knielen en aanbidden. Ik geloof persoonlijk, op grond van de Bijbel, dat aanbidding de hoogste eredienst is in het geestelijk leven. Mag ik vragen, heb je de Heere God vanmorgen al. Aanbeden. Weet je, toen de broers bij Jozef waren geweest, weet je wat Jozef toen zei? Ga naar vader Jacob terug en vertel vader Jacob over mijn eer, over mijn rijkdom, over mijn grootheid. Dat zal vader Jacob blij maken. Weet je wat geestelijke aanbidding is? Als je de vader gaat vertellen wie de zoon voor je is: Ik heb geknield bij het kruis van Jezus en mijn keuze is gedaan. Dan kom je tot aanbidding. Dan gaat het niet meer zozeer over mij en over mijn verlangens en mijn idealen, ook niet over mijn zorgen, al mag je die ook bij de Here brengen, maar dan ben je zo vol van de Here Jezus dat je tot aanbidding komt. En aanbidding heeft niet met het podium te maken zoals in sommige kerken geleerd wordt. Aanbidding is een hartsgesteldheid. Je kan de Heer aanbidden op je fiets. Je kan de Heer aanbidden in je auto. Je kan de Heer aanbidden in je gemeente. Aanbidding is een stijl van leven. Je hebt ervoor gekozen om uit te gaan naar de Heer Jezus, naar het geringe. De keuze in je hart is gevallen om te knielen bij Hem. En hoe meer je van het Vaderhart leert kennen, hoe meer je Jezus gaat aanbidden. Dat is het tweede. En wat zegt Jacobus 4, vers 10? Nederigheid en ootmoed zijn het tekenen van het nieuwe leven. Verneden je voor de Heeren en Hij zal je verhogen. Het derde wat ik van die mieren wil zeggen is dit: Spreuken 30, vers 25. Het is heel interessant. Leert dat de mieren een volk zonder kracht zijn. Mooi hè? Een krachteloos volk. Het mierenvolk. En weet je wat hier in openbaar komt? Een beeld van zwakte. En dit is tegenovergesteld aan de principes van deze wereld. In deze wereld wil je kunnen overleven, moet je sterk zijn. En assertief. Moet je op je strepen gaan staan. Op je rechten aanspraak maken. Maar weet je wat het principe van het Koninkrijk van God is? Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Nou, dit had een goed moment geweest om even hartelijk amen te zeggen, want ik zie dat de principes van het koninkrijk van God steeds meer, of van het koninkrijk van deze wereld steeds meer doordringen, ook in de gemeenten. Er is heel veel leer vandaag dat leert dat de mens krachtig is en dat de mens uh, van alles en nog wat kan claimen, dat hij daar recht op heeft. Maar weet je, als je de Mier bestudeert, dan ontdek je één ding en dan stem je daarmee in. Ik ben in mijzelf krachteloos. Dat is de beleidenis van een geestvervulde christen. In mezelf krachteloos. En het mierenvolk leert mij dat. De Bijbel laat de Heer Jezus zien, enerzijds als zoon van God en anderzijds als zoon des mensen. Hij is 100% God, hij is 100% mens. En weet je wat zo mooi is aan de Heer Jezus? Dat hij heeft laten zien dat hij ook 100% mens is. Hij huilde toen Lazarus was overleden. De Heer Jezus was vermoeid. Hij had verdriet. De Heer Jezus is angstig geweest. Zijn zweedruppels werden grote druppels bloed. Dus de Heer Jezus heeft in die zin zich als mens getoond. Waarom? Zodat Hij met jou en mij helemaal. Eén kan zijn ook als wij onze zwakte zo duidelijk ervaren. Het mierenvolk is een volk zonder kracht. De Heer Jezus is de medelijdende hogepriester. En dat vind ik zo geweldig. Hij weet waar wij doorheen gaan, hij kent onze zwakte. Hij weet wat angst is, wat vrees is, hij weet wat verdriet en pijn is. Maar we mogen van Hem ook zeggen, Hij is de mens in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Hij weet ook wat overwinning is. En weet je waarom Hij zo diep gegaan is? Zodat Hij jou en mij in onze zwakte tegemoet komt. God kwam ons in Christus tegemoet. En dan ga je als vanzelf zingen. Ik vermag alle dingen door hem die mij kracht geeft. Weet je, de Heilige Geest leert een christen niet meer te roemen in zichzelf. Ik roem niet meer in gaven of in wat wijsheid is. Ik roem alleen nog in de Heer in zijn dood en in zijn verrijzenis. Het mierenvolk is een volk wat krachteloos is in zichzelf. Maar het geheim van het koninkrijk van God. is dat God door het nulpunt heen zijn kracht openbaart. Als ik zwak ben, zegt Paulus, dan ben ik machtig. En wat is het doel van dit derde principe? 2 Korinthi 10, vers 17. Wie roemt, laat hij roemen in de Heer. Dit is het. En broeders en zusters, neem dat de rest van je leven mee. Zodra een mens gaat roemen in zichzelf, wees op je hoede. Wie roemt, die roemen in de Heer. En God werkt altijd aan op dat punt. Dat je niet zal zeggen, nou ik heb zulke geweldige krachten, ik heb zo'n enorme kennis, ik heb intellect of wat dan ook. Nee, maar dat je gaat zeggen, wat heb ik dat ik niet ontvangen heb? Wie krijgt dan de eer? De Heer God alleen. En het mierenvolk leert jou en mij dat. We gaan naar het vierde. Dus het eerste is, we moeten uitgaan naar het geringe voor de meeschrijvers onder ons. Het tweede is, om de mier te bestuderen zou je moeten bukken. Zou je door je knieën moeten. Het derde, om een mier te bestuderen, ja, dan kom je tot de ontdekking dat het een volk is zonder kracht. Het vierde wat ik ervan wil zeggen, dat is spreuken 6, vers 7. En dat is een hele interessante. Daar staat: Het mierenvolk, dus even afhankelijk van welke vertaling je leest, heeft geen aanvoerder, geen leider of geen heerser. Dat is heel interessant. Weet je wat dat betekent? Binnen dat mierenvolk is er geen mier die die mieren aan moet zetten tot bepaalde daden, ze hebben geen controle en aansporing nodig van een leider. Moet je over nadenken. En ze gelden juist daarom als voorbeeld voor een luiaard. Waarom? Nou, een luiaard heeft altijd iemand nodig die zegt: hé, hey, wat denk jij ervan? Zou je niet eens in beweging komen? Maar uit zichzelf zal die nooit in beweging gaan komen. Altijd een hoger iemand die hem ergens toe aanzet. En nou ja, het mot dan maar. begrijp je wat ik bedoel. Dit is een zeer slecht teken. En juist hierin is de mier tot voorbeeld. Een luiaard komt hooguit in beweging onder pressie van een hoger geplaatste. Een luiaard heeft gebrek aan discipline. En dit vind ik zo mooi bij die mieren. Die mieren die hebben intrinsieke kracht om dat te doen wat ze moeten doen en dat op het juiste moment. Nou, ik zou hier een uur over kunnen spreken. Als we van één iemand lezen dat hij geen hoger geplaatste nodig had in die zin, dan was het wel van de Heer Jezus. We lezen in Hebreeën 10, vers 7 dat hij zichzelf aanbiedt aan de Vader en zegt, Vader, hier ben ik om uw wil te gaan doen. De Heer Jezus bood zich vrijwillig aan. Met Eerbied gesproken was het niet zo in de volheid van de tijd, dat de vader zei, Hey Jezus, wat denk jij ervan? Zou je nu niet een keer naar die wereld gaan? Ik heb het nu al drie keer gezegd. Er was een innerlijke drijf, om uit te gaan en de wil van de vader te doen. Vader, hier ben ik. Maar ik wacht op uw moment, ik ben beschikbaar. Vind je dat niet mooi? Weet je, ik ben zelf oudste in de gemeente... Er zijn vandaag in de gemeente heel veel mensen die pas iets gaan doen als ze ergens toe worden aangezet. We hebben vier jongens en ik probeer met vallen en opstaan, wij proberen met vallen en opstaan hen te leren om in beweging te komen, maar vooral om proactief te zijn. Ik zeg: Jullie moeten niet iets gaan doen omdat ik het zeg of op het moment dat ik het zeg, je moet de dingen gaan zien die er te doen zijn. Nou, dit klinkt de oudstende diaken hier natuurlijk als muziek in de oren. Er zijn wat mensen die aangezet moeten worden, dan komen ze pas in beweging. Maar als het goed is, ben je als een mier. Want je hebt ze bestudeerd na vandaag, we staan toch voor een nieuw seizoen. Dus ja, het gaat vanzelf het nieuwe seizoen in de Refbab Urk. Want jij hebben nou gezien: hè? het gaat om die intrinsieke kracht om in beweging te komen zonder dat iemand zegt: joh, zou je niet eens wat gaan doen? En dit is wat de Heer vandaag wil, wat hij verlangt. Hij zegt niet voor niks, kom, zie en word wijs. Ook als het gaat om proactief te zijn. Wie de schoen past, trekken zich aan. Maar als jij iemand bent die lui is, of geen discipline heeft, je rolt je bed uit en je rolt je bed in, je denkt het zal allemaal wel komen, nou het komt allemaal niet vanzelf. De Heer verlangt, mag ik dat ook eens zeggen, en misschien nou niet in de kramp, de Heer verlangt een toegewijd volk. Dat je beschikbaar bent voor Hem. En dat je niet altijd die aansporing nodig hebt. Het is zo belangrijk dat een gemeente op een gezonde manier ontwikkelt en dat er een innerlijke drijf is om de wil van de Vader te doen hier op aarde. Daar word je als ouders er ook blij van? Als je kinderen de dingen zien en die oppakken. Daar word je als oudste blij van. Maar de Hemelse Vader wordt daar ook blij van. En als je naar die mier, mier kijkt, die geen leider heeft, geen aanvoerder, geen heerser, toch doen die diertjes trouw hun werk. En wij? Een dier heeft geen ziel te verliezen. En voor zover je het nog niet wist, die mier heeft ook de Heilige Geest niet ontvangen. Wij wel toch? Heer Jezus is verheerlijkt. De geest is uitgestort. Hij heeft woning gemaakt in ons hart, in ons leven. Dat betekent dat wij een krachtbron aan de binnenkant van ons leven hebben. Nou, dit hoef ik toch niet meer toe te passen. Ik denk dat de oudste van de Refbab-Urk mensen tegen moet houden. Ja, nu hebben we echt voldoende hoor. Nu even rust. We hebben de geest van God ontvangen. En hoe komt het dan dat mensen die beleiden tot geloof en bekering te zijn gekomen, het is allemaal duw- en trekwerk om ze vooruit te krijgen? Dat klopt toch niet? Ik dank de Heer voor de genade die Hij aan mij heeft gegeven 22 jaar geleden. Maar ik dank ook Hem voor de genade dat, ja, dat het tot op de dag van vandaag zo is. Dat ik vreugde heb om voor Hem te leven. Dat dat mijn passie is, mijn toewijding is. Dat het niet minder is geworden, maar dat dat verlangen sterker is geworden. Hem alle eer, maar ik ben er wel blij mee. Ik heb van de week nog gesproken over Caleb, dat was ook zo'n broeder, hè. 85 jaar. En weet je wat hij zei toen hij het land binnenkwam? Geef mij maar het bergland. Dat was een man die leefde ervoor. En dit is vandaag zo belangrijk in de gemeente. Dat we vurig zijn. Verlangend zijn. En als je van, vanmorgen moet zeggen. Het is allemaal een beetje ingezakt, maar ik ben lauw geworden. Praat met de Heer wat de oorzaak is. Of misschien weet je het nou al. De Heer verlangt een volk. Dat geen aanvoerder nodig heeft. Geen leider. Geen heerser. Maar wat intrinsieke kracht heeft. Om te doen de dingen waar de Vader blij van wordt. En weet je, als je zo leeft. Dan is het christenleven ook geen moeten. Ervaar je het zoals we moeten? Dan is het een verlangen. Door uw wil te doen, leer ik om vrij, vrij te zijn. Wil je dit principe echt ter harte nemen? De mier heeft geen lijden nodig, geen heerser nodig. En hij doet op de juiste tijd zijn werk. En laat dit duidelijk zijn voordat mijn mailbox morgen vol zit. Wij zijn niet ijverig werkzaam om gerechtvaardigd te worden. Maar wij zijn ijverig, wij zijn werkzaam omdat we zijn gerechtvaardigd. Dat is iets anders. Het is een vrucht van het nieuwe leven. En luiheid is geen vrucht van het nieuwe leven. Luie christenen hebben een probleem met de Heere God. Echt. Niet omdat ik het zeg, de Bijbel zegt het. En broeders, zusters, als we echt overtuigd zijn van de waarheid van het woord van God, kan het niet zo zijn dat je achterover leunt en lui bent. Maar dan zeg je: Heere God, met de gaven en talenten die u mij gegeven hebt, hier ben ik, ik ben beschikbaar voor u. Ik wil dienstbaar zijn in mijn huwelijk, in mijn gezin, in de gemeente, in de maatschappij. Ik wil mijn verantwoordelijkheid pakken. Ik wil niet van de zijkant alleen beoordelen. Ik heb de geest van u ontvangen. En uh, op 21 augustus heb ik iets van dat kleine beestje gezien. Oh ja, voorheen bestreed ik dat beestje, gelijk poederen. Maar nu. Heb ik mijn wijs laten maken? En ik zie het in één keer. Ik heb uw geest en ik wil dienstbaar zijn aan de verheerlijking van uw naam. We gaan naar het laatste. Iemand vraagt, maar waar zijn de mieren dan zo druk mee? Nou, Vera heeft het al een beetje benoemd. We hadden daar ook even contact over. Maar in spreuken 6, vers 8 en 30, vers 25 staat, in de zomer bereiden zij hun voedsel. Oftewel, ze verzamelen hun voedsel in de oogst. Tijd. Hier hou ik ook van. Die mier is actief op het juiste moment. Nico en ik hadden een gesprek in de auto over mensen die vaak dingen uitstellen. Nou, dat heb je ook wel eens met kinderen, met huiswerkers. Ja, ik heb nog een dag. En op een gegeven moment, ja, maar ik heb nog een halve dag. En op een gegeven moment kort die dag op, hè, en dan heb je niet zoveel meer over. Maar weet je, je moet op het juiste moment de juiste keuzes maken. Dat is wat die Mier als laatste aan ons leert. In de zomertijd verzamelen ze voor de winter. Zorgvuldig treft de Mier de voorbereidingen voor de tijd die komt. En dat vind ik zo heerlijk. Regeren is vooruitzien. Geloof, geloof maak je niet leidelijk en passief. Geloof maak je actief. En in de Bijbel worden verschillende geestelijke Mieren genoemd. Wat dacht je van die Jozef? Dat was een geestelijke mier. Die heeft ook op de juiste tijd ingeslagen, of niet? En er kwam een moment. dat er maar bij één iemand voedsel te verkrijgen was. En wat is zijn naam? Jozef. En de Heer Jezus, met eerbied gesproken. heeft op de juiste tijd de dingen gedaan. die naar de wil van de Vader waren. Zodat hij vandaag uit kan delen. Leven in overvloed. Maar wat dacht je van die Rut? Dat was ook een geestelijke mier. Ze ging uit om Are op te lezen. Naomi gaf haar geen opdracht. Boas gaf haar geen opdracht. Maar ze ging erop uit. Om te verzamelen. En ik moest denken aan prediker hoofdstuk 12. Gedenk aan je schepper. In de dagen van je jongelingschap. En dan staat er een beetje in Oud-Hollands eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen waarvan je zal zeggen, ik heb er geen zin meer in. Jullie zijn een relatief jonge gemeente. Voor zover je hier zit, ga ik even vanuit, ben je gezond. Kan je nadenken. Dat betekent dat je keuzes kan maken. Voor die keuzes kan je nog advies inwinnen. Maar je kan tot de juiste keuzes vandaag komen, waar of niet? Maar mag ik je vragen, maak je ook, nu je die gelegenheid hebt, maak je ook de juiste keuzes? Verspeel je leven niet. Want er gaat een tijd komen, ja die tijd kan heel spoedig daar zijn, dat ook jij als kind van God ziek gaat worden. Of dat er tegenslag komt. Of dat er dingen in je leven gebeuren waar je je handen vol aan hebt. Er zijn op dit moment mensen die van het ene ziekenhuis naar het andere gaan. Die hun handen vol hebben aan hun lichaam. Die hun hoofd vol hebben aan de zorgen van het leven. De wintertijd is aangebroken. En die moeten zeggen: Ik heb de zomertijd voorbij laten gaan om te investeren in de dingen die eeuwigheidswaarde hebben. En daar wil ik je echt voor waarschuwen. En weet je, luiheid heeft ook tot gevolg dat je de kostbare tijd voorbij laat gaan. Misschien had je goede voornemens voor de vakantie. Voor allerlei plannen. Maar weet je, mijn ervaring is, zeker met een gezin vakantietijd kan ook heel rommelig zijn. Hè? Je bent druk met je gezin... inpakken, weggaan, uitpakken... dagbesteding, kinderen die zich soms vermaken... maar af en toe zich ook vervelen... of komt dat op Urk niet voor. En je bent er druk mee en op een gegeven moment... Nou, dan is de vakantie in één keer voorbij. Gewoon zes, zeven weken voorbij. Weg. Of ben ik de enige die dit herkent? Waar is de tijd gebleven? Hoe oud ben je inmiddels? Er was een man van negentig... Die altijd een pet droeg, en ze vroeg aan hem hoe snel is uw leven voorbij gegaan? 90 jaren. Hij pakte zijn pet op en liet hem vallen. Hij zegt: dat was het. 90 jaar. En als je dan niet op de juiste momenten in je leven de juiste keuzes maakt, <coughs> dan gaat dat later tegen je getuigen. En daar wil ik je voor bewaren. Nee, die mier wil jou en mij leren om op de juiste momenten de juiste keuzes te maken. En iemand vraagt misschien: "Ja, maar geldt dat alleen voor de tijd dat ik tot geloof kom? Is dat de juiste keus?" Ook dat. Maar weet je, dan begint het pas. Het leven begint pas als je tot geloof en wedergeboorte komt. En dan moet dat leven zich dan moet je dat leven onderhouden. Dan moet je dat koesteren en beschermen. En mijn vraag is: waar vullen wij onze tijd mee? Broeders, zusters, waar investeren wij in? Ben je volop bezig te investeren in de dingen die vergaan? De Bijbel zegt, deze wereld gaat voorbij met al haar begeerlijkheid. Maar wie de wil van God doet, die blijft tot in eeuwigheid. Waar investeren we? We zijn toch voor duurzaam vandaag? Iedereen roept, doet het duurzaam. Stikstof, stik, en doet naar nou goed. Maar wat is echt duurzaam? Zoek Jezus veel. Zoek Jezus vroeg. Want wie Hem heeft, die heeft genoeg. En geloof me, we staan voor een moeilijke periode als christenheid. Het gaat er niet makkelijker op worden om Hem te volgen. En ik denk dat het ook in Nederland wel eens zo ver kan gaan komen. Vandaag zijn de boeren de dupe, maar wanneer worden de christenen de dupe? Misschien vind je dit een beetje ver vooruit gedacht. Maar neem dit maar mee. Het is zo belangrijk dat we met elkaar in de zomertijd de juiste keuzes hebben gemaakt. Dat we voorbereid zijn. Dat we ons vullen met dat wat eeuwigheidswaarde heeft. En afzien van de dingen van deze wereld. Oh ja zeker, ik geniet ook van dit leven. En van mijn huwelijk en van mijn gezin. Maar ik ben niet blind voor de werkelijkheid. Ik heb één ding ontdekt. Ik zelf ga voorbij. Deze wereld gaat voorbij. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Waar leven we voor? En daarom sla je pinnen niet te diep in deze aarde. Maar investeer in de dingen die eeuwigheidswaarde hebben. Ik moet afsluiten. Waarom zou je daarin investeren? Heel kort, drie redenen. Waarom zou je investeren in de zomertijd met het oog op de wintertijd? 2 Korinthe 3: vers 18 zegt dat God jou hier in dit leven wil veranderen van heerlijkheid. Tot heerlijkheid. Er zijn te veel mensen die denken: ja, straks als ik mijn oogjes dicht doe, ja, dan deel ik in de volle heerlijkheid van God. Maar de Heer wil jou vandaag hier op Aarde op Urk veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid, zodat je een leesbare brief van Christus bent en de geur van Christus verspreidt. Daarom investeer in de zomertijd, zodat die verandering zich voltrekt in je leven. Dat is het eerste. Het tweede. Johannes 6, vers 27, Jezus zegt: werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven. Ik geloof dat de investering in het koninkrijk van God vandaag zich in de toekomst gaat uitbetalen. Ik geloof in de dag van beloning. Er gaat een dag komen dat God gaat uitbetalen naar je werken. Nee, daardoor kom je niet in de heerlijkheid, maar er komt een dag van beloning. En deze tijd is de investering daarin. God zou je beoordelen naar je werken. Henk Binnendijk heeft die bekende uitspraak gedaan. Je zult daar zijn in de toekomst wat God hier van je heeft kunnen maken. Daarom moet een Christen niet oppervlakkig spreken over het leven van ja, ik ben gered en ik ben gezegend. Nee, het gaat er wel degelijk om hoe wij vandaag leven. Want daardoorheen wordt Christen zichtbaar. En leef je met het oog op de Eeuwigheid. En het allerlaatste komt uit Romeinen 8, vers 18, waar Paulus spreekt over het lijden van de tegenwoordige tijd. De Bijbel is er eerlijk in, ook in ons leven, en ik heb het net al even genoemd, maar kan de wintertijd spoedig aanbreken. Maar doordat Paulus op tijd de juiste keuzes heeft gemaakt, kon hij zeggen dat het lijden van de tegenwoordige tijd, de wintertijd, niet opweegt. Tegenover de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Een weegschaal, wat weegzwaardig. Het lijden van de tegenwoordige tijd, de wintertijd. Nee, uiteindelijk slaat de weegschaal door naar de kant van de heerlijkheid van God die aan ons geopenbaard zal worden. Weet je waar dat mee te maken heeft? Dat je op het juiste moment de juiste keuzes hebt gemaakt. Dan zeg je het lijden van de tegenwoordige tijd. Oh ja, zeker, het is niet gemakkelijk. Maar het is slechts een verdrukking van tien dagen. Een afgebakende periode. En ik heb deze vakantie het boek gelezen van de vader van Corrie ten Boom. Zij leefden ook in het licht van de eeuwigheid. Hun leven stond in dat teken en ze zijn door moeite en verdrukking heen gegaan. Maar ze hebben uiteindelijk oog gehad en zich gehad op de heerlijkheid die aan hen geopenbaard zou worden. En daarom, als er wintertijd is in je leven, dan kan je in dat geval zingen, die hoop moet al ons leed verzachten. Kom reisgenoten, het hoofd omhoog. Het is mijn verlangen en gebed dat je na vandaag, voordat je die mierenhoop misschien bestrijdt, eerst ze gaat bestuderen. Dat je bereid bent om uit te gaan naar het geringe. Dat je bereid bent om te bukken, te buigen. Ja, dat je bereid bent om te aanbidden. Dat je erkent: ik ben in mezelf zwak, maar in Hem ben ik machtig. Dat je je laat leiden door de Heilige Geest, de krachtbron aan de binnenkant van je leven. En dat je de juiste keuzes zal maken op het juiste moment. De Heer zegen jullie met de wijsheid van de mier. En deze mier bepaalt ons bij Hem. Wie te kennen het leven is. En in wie alle schatten van kennis en wijsheid verborgen zijn. Opgesloten leren. Niemand minder dan de Heer Jezus Christus. Amen. We gaan zingen. Opwekking 381. De zaligheid is van God.